Alle informatie over de gamelan moet worden vastgelegd. De Vereniging Herdenking Javaanse Immigratie, VHJI, is gisteravond hiertoe begonnen middels een gamelang portal seminar. De samenleving kreeg de gelegenheid om ideeën te delen over hoe de vastlegging het best kan geschieden, volgens VHJI-voorzitter Elwin Atmodimejo. Met het seminar beogen we dat de informatie die al decennia lang, heel lang in Suriname rondgaat, met name vanwege de bouw, het tot stand komen, de bespeling van die Surinaamse gamelan op een verantwoorde wijze vast te leggen. We hebben heel veel informatie, maar het zijn voornamelijk verbale informatie, overleveringen van generatie tot generatie. En we willen dat graag nu gaan vastleggen. Een van de manieren om het vast te leggen is om te kijken op welke manier we dat willen doen. Digitaal, manueel, handboeken, etc. Dat gaan we de zaal vragen, wat zij handig vinden. Maar ook het tweede, hoewel we heel veel informatie hebben, ontbreken we nog wat. En met name de mensen die ervaring hebben en elke dag ermee omgaan. Hoe beleven ze dat? Wat missen zij? Wat willen ze graag erbij innemen? Hoe gaan we ermee om? Atmodimejo benadrukt dat gamelang niet alleen een muziekinstrument is. Bij sommige stromingen van de Javaanse gemeenschap is het een religieus geladen instrument. Maar bijvoorbeeld, ik ben EBG'er. Het wordt ook in mijn kerk gebruikt, maar niet als een geladen ding, maar als echt een muziekinstrument. Dus het snijdt dwars door alle lagen van die bevolking door. En het laatste wat we willen doen, is om te komen tot een samenwerking van alle groepen, niet alleen hier in Suriname, maar ook Nederland en misschien ook andere diaspora. Van, wat is nou typisch aan jouw gamelan? We hebben het vandaag over de Surinaamse gamelan, die gaan we vastleggen. En in Nederland hebben ze dat al op de erfgoedlijst gedaan. Wij willen dat ook hier doen. En we zijn blij dat er mede broeders en zusters zijn van ons, Javaanse in Nederland, die samen met ons dit werk gaan oppakken. Atmodimejo zegt dat de Surinaamse gamelan ook verschilt van de buitenlandse. De uniciteit ervan moet daarom leidraad zijn voor het vastleggen van alle informatie over het instrument de gamelan.